Hans Rijper, eind 2019 liep de keuring van Sisu eruit. Wat is er daarna gebeurd? Nou, vervolgens is door de gemeente die de eigenaar is van het hele complex hier contact opgenomen met de KNAU, Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie, om de keuring aan te vragen. En die is helemaal begin 2020 uitgevoerd. Nou, er zijn een aantal onderdelen van de baan die zijn daarbij afgekeurd. Onder andere de discuskooi die hier vroeger achter ons stond, de kogelslinger discuskooi. Nou, zoals je wel ziet is die inmiddels vervangen door een nieuw exemplaar. Die is een paar dagen geleden hier neergezet. En ja, die werd afgekeurd omdat de afgelopen 20 jaar de normen van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie zijn aangescherpt. Waardoor qua maatvoering de kooi die we hadden helemaal niet meer voldeed. De baanverlichting is niet van de gemeente, maar die is van de atletiekvereniging zelf. En daar hadden wij gewoon gloeilampen in zitten met een hoog stroomverbruik. We hebben besloten om dat te gaan vervangen. En we hebben inmiddels een offertes daarvoor gekregen. Ja. En zeer binnenkort dan zullen de lampen vervangen worden door ledverlichting. Ja. We hebben zelf natuurlijk ook een aantal mensen binnen de vereniging die al jarenlang de handen uit de mouwen steken om datgene te doen waar de gemeente eigenlijk niet aan toe komt. Dat is heel veel onkruidbestrijding wat op en rond de baan moet gebeuren. Allerlei andere klusjes die moeten plaatsvinden. En we prijzen ons gelukkig dat we toch een groep hebben van zo'n 4-5 mensen die regelmatig dinsdagmorgen en donderdagmorgen hier actief zijn om de baan te onderhouden. En een van de mensen staat naast mij en dat is Tjerk. Tjerk is tevens onze oudste lid. Ik ben 17 jaar lid geworden en ik woon dus 83, dus reken maar uit. 66 jaar worden dit jaar. Dat betekent dus dat jij al diverse renovaties hebt meegemaakt van Sisu. Ja, waar ben je ooit begonnen? Ik ben ooit begonnen op het sportveld, op het sportpark. Daar stond toen nog die oude houten tribune. En er was daarnaast een zandbakje waar je dus een beetje in kon verspringen. Het hoogspringen, daar moesten we altijd een bult zand op opwerpen. Want anders dan had je niks om op te landen. Dus dan was het een kwestie van, jongens, we moeten weer een wedstrijd organiseren. We hebben zand nodig. Laat maar weer een partij zand komen. En dan anders kunnen die mensen niet doorspringen. De aanverlichting moet vervangen worden. En dan moest er weer actie gevoerd worden om mensen te organiseren die mast inklom. Dan moest je dus iemand voor inhuren. Die ging dan al die lampen vervangen. Maar die lampen die kosten een behoorlijke prijs, hoor. Dus, Ondanks jou hoge leeftijd, ja, ben je elke dinsdag en donderdag nog op de club aanwezig, ja, om werkzaamheden te doen. Ja, ja, en dat, ja, bevalt je nog steeds goed? Dat bevalt me nog steeds goed. Ja. Mm-hmm. Zolang ik nog goed gezond ben en zolang mijn lichaam me nog op kan brengen, dan blijf ik hier gewoon. Ben je trots op de club? Ik ben zeker zeer trots op de club.